In de Stabilo-serie Stripe Up Your Life over toonaangevende creatieven is dit Joshua Nolet van Chef Special, deel 1. Wat dat schrijven betreft, ja, ik doe echt dit. Ik doe niet dit. Ik ga echt, wow, I'm a motherfucking genius, denk ik dan. I think we're gonna do it outside. Just here. Mogen wij zo de stoeltjes van jullie stelen? En dan het andere moment denk ik, damn, ik kan dit helemaal niet. Ik ga het nooit meer lukken, het gaat nooit meer lukken. En dan ga je gewoon echt in een dark, in een hele dark mode ga je dan. We spelen gewoon een paar tracks. Maar als jullie nou zelf denken van, hé, ik wil die horen of ik wil die horen. Bert, shout-out. Alsjeblieft Bert. Ja. Oké, beginnen we met Bert? Ja. Alright. De eerste zin vaak, weet je wel, die helpt je op weg. Daar ben ik vaak het meest dankbaar voor. Alright. I wish people would stop yelling and start listening. I wish birds would start talking and stop whistling. Cause yo, they know things I don't know. Seven of them sitting on that wall, staring at my lost soul and fly away. I'm too close to the window. Ik rely heel erg op de technische vaardigheden van de mensen die ik om me heen heb verzameld. En daar leer ik ook van. Mijn bandleden bijvoorbeeld. Guido de gitarist is technisch gewoon echt een beest. Wouter Heer de toetsenist ook. Jan ook, de bassist. En daar leer je van. Maar ik ben niet muzikaal heel erg geschoold. Ik ben echt een autodidact. Maar dat maakt me wel afhankelijk van mijn mood. En dat is niet altijd gaaf. En soms is dat de allergrootste high die... Ja, je kan voorstellen. Oh, the sun don't shine at night. Oh no, it don't. If en dat is nu, tot nu toe een beetje mijn lot. Maar het heeft me wel gebracht tot waar ik nu ben ofzo. En ik heb dat een beetje omarmd. If all these words don't mean nothing at all. Op het moment dat je... Dat er geen andere manier meer is... om iets te maken, dat je kan allemaal scenario's bedenken, maar je maakt dit omdat je voelt een soort van noodzaak en een necessity. En je kan eigenlijk geen andere kant meer op dan dat liedje maken of dat kunstwerk maken of dat schilderij of whatever. Ik denk dat in elke artvorm is het zo dat je gewoon mee wordt genomen door je eigen gevoel en dan een soort van wakker wordt en je snapt out of it en je hebt iets gemaakt waarvan je zelf denkt van what the fuck, hoe heb ik dit gemaakt? Je wil mensen raken. Je wil iets maken waar je mensen mee kan raken, waar mensen zich mee kunnen identificeren. En je wil mensen bewegen en iets met de mensen doen. En ik denk dat je dat alleen maar echt kan doen op het moment dat. Op het moment dat je iets maakt, dat je dan zo in touch bent met je eigen gevoel op dat moment. Dat je iets kan maken wat zo dicht bij jezelf staat. Dat het dus ook dicht bij andere mensen staat. Wow. I sing until they sleep, just like you sang to me. Oh, now just like you sang to me. Come on. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms, I feel safe. In your arms, I feel safe. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms, I feel safe. In your arms. Dit was Stripe Up Your Life, Chef Specials, Joshua Nolet, deel 1. Benieuwd naar andere creatieven? Klik dan op een van de video's. En vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. De grootste ijdelheid voor mij aan het televisie maken is niet op televisie zijn. Dus niet hoe ik eruit zie met mijn haar, maar echt aan de achterkant weten, ik wil het wel gewoon echt het beste doen. Het schrijven van teksten en dat tof laten rijmen vind ik een hele grote uitdaging. Het is net gewoon een soort kruiswoordpuzzel. Nou, dan maak ik een serie met mijn moeder, gaan we 10 keer wat leuks doen. Dat vindt zij leuk en blijkbaar vinden mensen dat ook leuk om naar te kijken. En voor mij is het iets wat dicht bij mijn hart ligt.